signalen van misbruik bij vrouwen. Het kan een manier zijn om te herkennen wanneer iemand mishandeld wordt of is. Je kan de signalen herkennen en hulp bieden, wanneer zij om onbekende redenen niet in staat zijn om hulp te vragen of niet zien wat er met hen gebeurt. Heb je ooit het vermoeden gehad dat een vrouw misbruikt werd toen je een van deze tekenen opmerkte? Lees ook dit artikel, De neuropsychologie van mishandelde vrouwen. Signalen dat een vrouw misbruikt wordt. Ze proberen hun huid zoveel mogelijk te bedekken. Vele vrouwen lijden onder psychologisch misbruik, maar sommige vrouwen worden ook lichamelijk misbruikt. Soms hebben ze blauwe plekken op zichtbare plaatsen. Als zij plots make-up gaan dragen terwijl ze dat normaal niet doen of als ze geïrriteerd reageren als je hen vraagt om jou hun arm, schouder of een ander lichaamsdeel te tonen, dan is het mogelijk dat ze misbruikt worden. Hoe kunnen we het herkennen? Als je merkt dat ze angstig of bezorgd zijn wanneer ze hun huid proberen te verbergen of als ze defensief en agressief reageren. Ze anticiperen op de woede van hun misbruiker. Mishandelde vrouwen leven voortdurend in een toestand van alertheid. Ze zijn steeds op hun hoede, want ze willen voorkomen dat de persoon die hen mishandelt boos wordt of ontevreden is. Ze zullen bijvoorbeeld vermijden om hun partner iets te vragen over bepaalde dingen. Of ze zeggen misschien dingen zoals, ik kan met jullie geen avondje gaan stappen, want mijn vriend ziet dat niet zitten. Of hij werkt zoveel en hij wil de weinige tijd die hij heeft met mij doorbrengen. Wat we hier zien, is een gebrek aan assertiviteit. De vrouw verwaarloost haar eigen behoeften. Ze voelt de nood om zich voortdurend te onderwerpen aan de wensen van haar partner. Ze verbergen informatie over hun leven. Bovendien is het gewoonlijk zo dat de personen die anderen misbruiken, hun partner isoleren van vrienden en familie. En wanneer ze toch tijd met anderen doorbrengen, dan gaan mishandelde vrouwen veel informatie achterhouden. Ze verzinnen allerlei excuses. Op die manier hoeven ze niet te vertellen wat er werkelijk aan de hand is. Elke keer wanneer ze deelnemen aan een gesprek en iemand stelt hen een vraag over hun leven, dan geven ze een oppervlakkig antwoord. Ze proberen ook om vlug van onderwerp te veranderen, zodat het gesprek niet meer over hen gaat. Dat zorgt ervoor dat ze in stress en angst leven. Bij elk woord dat ze zeggen, zijn ze voorzichtig. Want ze zijn bang dat hun partner iets zal ontdekken en dan boos op hen zal worden. Ze zijn altijd op hun hoede en gaan direct in de verdediging, net zoals ze bepaalde delen van hun lichaam verbergen, schrikken mishandelde vrouwen vaak bij aanrakingen. Ze voelen zich angstig wanneer anderen zich tegen hen aanduwen of zelfs als ze hen alleen maar even aanraken. Als je bijvoorbeeld alleen maar even hun arm aanraakt, kan dit hen al doen schrikken en opspringen. Ze reageren net alsof ze een aanval verwachten en zich zullen moeten verdedigen. Je kan dit zien wanneer iemand in hun omgeving zijn arm opheft. Het kan gebeuren dat de mishandelde vrouw dan plots haar gezicht bedekt, alsof die andere persoon haar elk moment kan slaan. Ze hebben het gevoel alsof ze een zware verantwoordelijkheid dragen. Misbruikte vrouwen voelen zich schuldig. Naar hun gevoel dragen zij de schuld voor wat met hen gebeurt.
Vaak denken ze ook dat ze het verdienen om door hun partner geslagen te worden. Dit vertaalt zich ook naar de andere gebieden van hun leven. In het algemeen zullen zij vaak de schulden de verantwoordelijkheid op zich nemen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Als iemand zich voortdurend zo gedraagt, dan betekent dit dat diegene een heel laag zelfbeeld heeft. Deze mensen hebben de neiging om zich altijd onderdanig op te stellen. Deze vrouwen zijn erg fragiel. Het is vaak behoorlijk moeilijk om hen te helpen. Soms is het zelfs onmogelijk, omdat ze zelf denken dat ze verdienen wat er met hen gebeurt. Hun zelfbeeld is zo laag dat ze zichzelf kwetsen. Maar als je weet waarop je moet letten, dan kan dit helpen om niet te oordelen. Haal iemand die al aan het verzuipen is en een erg moeilijke en heftige periode in haar leven doormaakt niet nog meer naar beneden. In onze maatschappij is mishandeling en misbruik nog steeds heel erg aanwezig, maar er bestaan steeds meer manieren om vrouwen te helpen om uit deze situatie weg te komen.